De Stichting Polytechnisch College Suriname, PTC, biedt project- en praktijkgericht onderwijs aan, waar kennis en technische innovatie voorop staat. Het verstevigen en verbeteren van de marktpositie van het Surinaams bedrijfsleven door adequaat opgeleid en direct inzetbaar technisch personeel heeft prioriteit. Op vrijdag 6 september was het moment van diploma-uitreiking van het PTC. Tijdens dit moment zijn de bestgeslaagden aangenaam verrast geworden door grondpapieren overhandigd te krijgen. Laat me op de eerste plaats jullie bijzonder feliciteren met het resultaat. Want natuurlijk, je begint als kind op school, de lagere school, de basisschool. Nou, eigenlijk begin je op de kleuterschool, maar okay, dat is zo ver geleden dat we elkaar, dat we dat niet echt meer kunnen herinneren. Maar je begint ergens en het streven is altijd om zo ver mogelijk te komen, nietwaar? Je wil zo ver mogelijk komen, want je wil ook natuurlijk een geweldig diploma. En het is niet aan ieder om uiteenlopende redenen gegund om zo ver te komen als ze dat wensten. Maar als je daadwerkelijk in die omstandigheid bent geweest, of die omstandigheid voor jezelf hebt kunnen creëren om zo ver te komen, dan is het natuurlijk geweldig en een applaus waard. PTC is een begrip, zeg ik. Maar laat het niet alleen bij de verpakking blijven. Ik heb PTC'ers meegemaakt in de praktijk die hun diploma, de waarde ervan, hebben bewezen. Middels performance. U heeft uw diploma gehaald en met verpakking bedoel ik, met alle fanfare en u verdient het. Maar u heeft des te meer een naam hoog te houden van het instituut waar u gaat verlaten of voor die zwarte pak gaat. Het is voor de bestgeslaagden. Ziet u dat niet als discriminatie? We hebben voldoende land waarbij een ieder in aanmerking moet kunnen komen als we de zaken goed hebben geregeld. We werken er naartoe. We werken hard er naartoe om ervoor te zorgen alle achterstanden inlopen en mechanismen hebben waarbij u niet zo lang hoeft te wachten op een aanvraag. Dit is een stimulans, niet een discriminatie richting de anderen. Een stimulans zodat de anderen, de derdejaars nu, eigenlijk harder hun best gaan doen. U gaat op een gegeven moment alleen maar best geslaagd hebben. Ik heb de studie infrastructuur met als specialisatie civiele techniek afgerond. We hebben vanavond gehoord dat de examenkandidaten allemaal een project hadden. Welk project had jij? Mijn project, de titel van het project was semi-verharding van de ontsluitingswegen van de staatsoliemaatschappij Suriname NV. En daarbij heb ik onderzocht zeg maar karakteristieken van grondmaterialen die staatsolie zou kunnen gebruiken om hun ontsluitingswegen in het gebied de Saramatta, hun productiegebied, te kunnen verharden. Kan je vertellen, hoe is het onderzoek afgelopen? Zijn er suggesties die daaruit zijn gerold onder andere? Elk onderzoek wordt natuurlijk afgesloten met een conclusie en met conclusies en aanbevelingen. Dus uiteraard zijn er suggesties naar de maatschappij toegericht. En het traject van het afstuderen ging nou vrij, ging wel goed. Ik had niet te veel op onthoud, zeg maar, omdat ik ook keihard tegenaan ging. Dus het is met goed gevolg afgerond. Directeur, we hebben vanavond hier diploma-uitreiking gehad. Het jaar komt een einde. Als u terugkijkt, hoe blikt u terug? Ik zou zeggen, heel tevreden. Maar het was toch wel een heel zwaar jaar dat we achter de rug hebben. We zijn blij dat we in totaal boven de 100 studenten weer hebben kunnen afleveren. Als we kijken naar dat wat we in april hebben gedaan en nu. Maar het vraagt toch wel heel veel energie en innovatie en doorzetting van het hele team. We moeten echt zoeken naar mogelijkheden om sowieso de kwaliteit gegarandeerd te krijgen en de doelen die we stellen met het instituut en de studenten dat te kunnen realiseren. Dus je praat over doelen. Zijn er doelen voor de komende jaren?
Ja, we hebben doelen op het niveau van de logistieke voorzieningen. We hebben doelen op het niveau van onderwijs. Als ik het heb over de logistieke voorzieningen, dan gaat het natuurlijk om ons gebouw. Waarmee we volgend jaar sowieso de eerste stappen gaan ondernemen. Maar ook qua onderwijs hebben we doelen, toch? We hebben al een BAMA-structuur. We hebben 2 masteropleidingen. En we zien dus de noodzaak voor onze studenten om door te kunnen studeren. We hebben een hele grote groep die vraagt om door te studeren. Dat willen we ze ook gaan aanbieden. Dus er komen nog meer masteropleidingen. En er zijn een paar nieuwe programma's die we ook aan het ontwikkelen zijn voor de samenleving.